Beste Aureliaan, nu 2020 naar haar einde kruipt, breekt er een moment van terugblikken en bezinnen aan. Een jaareinde dat normaliter in het teken staat van gezelligheid, samen zijn en plezier maken, gaat momenteel gebukt onder neerslachtigheid, een gevoel van onbehagen en somberheid. Het COVID-virus, dat het merendeel van het jaar alles in haar greep hield, drukt nog steeds zwaar op het gemoed en haalt de jeu en schwung uit een anderszins sfeervolle periode. In hoeverre we dit toelaten, ligt voor een deel bij onszelf. Maar zeker, we hebben in onze directe omgeving veel moeilijke situaties moeten meemaken. Afscheid moeten nemen van mensen en dingen die ons dierbaar zijn, moeten laten. Maar deze beproevingen hebben ons ook gedwongen creatief te denken, de handen in elkaar te slaan om samen te zoeken naar mogelijkheden binnen de gestelde grenzen, elkaar te waarderen en te respecteren. Onze vereniging heeft het moeilijk gehad dit jaar, daar valt niets op af te dingen. Maar ondanks alles hebben we toch nog enkele dingen kunnen realiseren om er het maximale uit te halen. Waar we trots op zijn, is dat in deze uitdagende tijd er toch weer zoveel mensen bereid waren de handen uit de mouwen te steken. Om online quizzen te organiseren, repetities over enkele locaties in kleinere ensembles te verdelen, een kasteelconcert te organiseren, dat we weliswaar op het laatste nippertje hebben moeten aflassen, maar toch, een wandeltocht op poten te zetten, Sint en Piet langs de deuren te laten gaan en een heuse virtuele adventskalender om elkaar te zetten. De flexibiliteit van onze dirigenten en instructeur waarderen we zeer. En het doet ons goed dat we de hele periode door hebben kunnen betalen en het niet in de kou hebben hoeven laten staan. Onder moeilijke omstandigheden is het o zo gemakkelijk en verleidelijk om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar dat is ons gelukkig niet overkomen. Sterker nog, de drang om mee te doen en mee te denken is alleen maar groter geworden. We hebben toenemend engagement ervaren en dat geeft moed. Een ander wapenfeit waar we fier op mogen zijn, is het van wal stoten van Muzaka. Het heroverwegen van hoe we binnen de Grevenbichtse en Obichtse gemeenschap met muziek voor kinderen willen omgaan, heeft tot het oprichten van Muzaka geleid. Via een omweg en via overleg met de gemeente hebben we mogen vernemen dat dit initiatief als voorbeeld wordt aangehaald voor de rest van de gemeente. Zeker iets om trots op te zijn. Maar als bestuur alleen staan we uiteraard nergens. Daarom willen we via deze kerstgroet meteen de gelegenheid nemen om onze dankbaarheid aan de leden van de Harmonie over te brengen. Dankbaarheid voor de steun die onze vereniging in 2020 in velerlei opzichten mocht ontvangen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de leden die binnen onze Harmonie telkens weer intensief in de weer zijn om de vereniging muzikaal, bestuurlijk en in ondersteunende zin draaiende te houden. Daarbij wordt zeker ook gedacht aan de talrijke vrijwilligers die niet kunnen worden gemist bij het organiseren van onze activiteiten. Dank ook aan ons erebestuur, de ereleden en de vele sympathisanten voor hun onvoorwaardelijke steun aan de activiteiten van onze vereniging. Zonder hun zou het een stuk moeilijker zijn. Onze boodschap aan u dit jaar is simpel. Zorg goed voor uzelf, de mensen die u lief heeft en uw naasten en verlies daarbij niet de moed. Een interessant kenmerk aan een beproeving, hoe zwaar ook, is dat er een einde aan komt. En als dat moment aanbreekt, zullen we met z'n allen klaarstaan om als arboren de draad weer op te pakken. Het bestuur wenst dirigenten en muzikanten in alle opzichten een voortreffelijk muziekjaar 2021 toe. En tenslotte, aan iedereen wensen we prettige feestdagen en een voorspoedig 2021 toe. Hou je goed en dank je wel.